Dit was de eerste set sieraden die koningin Maxima koos uit de koninklijke schatkist. Als koningin van Nederland heeft Maxima te maken met heel veel privileges. Zo heeft ze een persoonlijke stylist, een persoonlijke visagist en krijgt ze de allermooiste kleding en sieraden. En ze mag zelf sieraden uit de koninklijke schatkist kiezen. En dat is natuurlijk een heel bijzonder gegeven, gezien er in de koninklijke schatkist heel veel dure juwelen zitten waar veel geschiedenis aan kleeft. De allereerste set die koningin Maxima uit de koninklijke schatkist koos, was een set aquamarijnen. Deze set juwelen droeg ze tijdens het staatsbanket dat Juan Carlos en Sofia in 2002 aangeboden kregen. Achter deze set aquamarijnen zit een flinke geschiedenis, want koningin Juliana droeg ze als eerste. Zij kreeg ze namelijk op haar 21ste verjaardag van haar ouders.